Willy de Klerk was op zondag 3 april op post bij het vertrek van de Ronde van Vlaanderen op de Grote Markt te Sint-Niklaas. Met deze reportage willen we alle wielerliefhebbers eens extra verwennen. Sportliefhebbers, we hebben wel een grote vloot bij ons. Wat verwacht u van de Ronde van Vlaanderen vandaag? Ik niks, ik heb me mee met de wagen, dus ik heb geen helles, ik hoef niks te verwachten. Hè? Wie verwacht u aan de meet? Ik verwacht enkel dat het goed weten is, dat is het voornaamste. Met die bergzonen erbij vandaag, zeer slecht. Gevaarlijk voor de valpartijen, de laatste tijd veel valpartijen gebeurd. Ja, dus de Ronde van Vlaanderen, hè. Moet men erbij nemen, goed of slecht weten. Bergen en Kassei zijn er, het is een halve paar bij van Kassei, het is op en af zo dus. Wie favoriet vandaag voor u? Pronostiek nooit. Moet ik promiskeren? Geen naam? Dank u. We hebben hier bij ons Patrick Cercu, dames en heren. Patrick, een kleine prognose voor vandaag in de Ronde van Vlaanderen. Ja, mijn favoriet is Eddy Plankaert. Ook Jan Raas typen we veel, maar vandaag die ronde, dat weder, niet gevaarlijk. Die kasseistroken, die bergzone, weer een aantal bergjes bij. Niet gevaarlijk. Ja, zeker. Het is een heel zwaar parcours en het zal ook wel zeer gevaarlijk zijn, want zelfs als het niet meer regent vandaag, zal er toch veel water op de weg zijn en zijn wel verschillende renners uitgeschakeld worden daardoor. Ook de laatste tijd in de wielersport veel valpartijen. Hoe komt dat eigenlijk? Is dat te veel koersen al van in het begin van het seizoen? Of ja, dat heeft altijd bestaan en valpartijen en zal altijd bestaan ook. Het is nu misschien wel een beetje toevallig. Het is de laatste tijd een beetje zware valpartijen geweest en of toch met, maar ja, misschien ook wel een beetje aan het weer gelegen. Het is heel veel slecht weer geweest de laatste tijd. Ja, dat kan maar niet zonder, hè. De laatste tijd in een daverende conditie. Wat zijn de verwachtingen voor vandaag in de ronde? Mijn conditie is goed en ik hoop dat ik dat vooraan mag mistreden om, ik zeg niet direct de overwinning, maar voor toch een mooie herenplaats. Wat verwacht u? Een vroege ontsnapping of op het laatste, in de laatste 50 kilometer zit gebeuren? Het zal een schifting gebeuren achter de Kwaremon en de Koppenberg. En ik denk dat daar wel, normaal gezien, de beste zullen daar wel vooraan zitten, maar ja. Je kunt nooit weten, iemand die tegenslag heeft natuurlijk, voor de Kwaremond en de Koppenberg zal wel moeilijk zijn om nog terug te komen. Met dit slechte weer geen schrik voor valpartijen. De laatste tijd zijn er veel valpartijen gebeurd, geen schrik van vandaag. Als we de foto's bemerkt hebben in de dagbladen. Ja, natuurlijk, het is altijd gevaarlijk en vooral met veel renners, met 200 renners. Je moet steeds geconcentreerd zijn om niet te vallen natuurlijk. Wie is uw topfavoriet voor vandaag voor de overwinning in de Ronde van Vlaanderen? Maar, ik denk dat Raas wel... Voor het ogenblik is hij toch wel de sterkste, denk ik. Dus hopelijk eindigt Etienne de Wilde voor Raas. Grote kans voor de overwinning dan. Ja, maar
Ik denk dat ik wel iets tekort kom nog om voor de eerste plaats te zijn. Fons de Wolf, vandaag de Ronde van Vlaanderen. Een wedstrijd die nog niet op palmarès staat. Wat verwacht u er vandaag van? Ja, er staan nog veel wedstrijden die niet op mijn palmarès staan. Maar ik doe mijn best altijd, dus we zullen wel zien hoe het afloopt. Het heeft weer een aantal dagen stil geweest rond Fons de Wolf. Dat betekent dikwijls een grote verrichting. Is dat vandaag ook zo, denk ik? Ja, ik heb me goed voorbereid, dus van de rest moeten we afwachten. Verwacht u een rappe beslissing of ook een schifting naar de Quaremont en de Koppenberg en dan op de laatste 50 kilometer de eigenlijke grote schifting? Ja, ik denk dat de wedstrijd vooraan moet zitten vanaf Nokeren, vanaf de eerste stenen. Valpartijen ook vermijden. Ja, dus, dat is... Wie is de topfavoriet voor u vandaag, voor de overwinning? Voor mij is dat Raas. Dus hopelijk eindigt Fons de Wolf voor Jan Raas en misschien de overwinning erin. Ja, dat zien we wel. Ja. En die winnen wel. Eddie Plankaert, vandaag de Ronde van Vlaanderen. U wordt bij de favorieten genoemd. Hoe is het met de conditie? Ja, de conditie zal wel niet slecht zijn, denk ik. Maar we moeten natuurlijk afwachten dat de koers verloopt. En ik hoop wel bij de eerste zijn vandaag. Het aantal kilometers speelt geen rol. Verleden week zei u na de overwinning in de Brabantse Pijl. De kilometers zijn nog een probleempje voor mij. Is dat opgelost? Ja, ik hoop het toch. Ik denk het toch. Ik heb dus die dag van de pannen gereden. En het zal wel in orde zijn, denk ik. Wat verwacht u? Een schifting vroeg in de wedstrijd of na de laatste 50 kilometer? Ja, de schifting zal gebeuren in de Barcelona. Vanavond de Quaremont zeker. De favoriet voor vandaag? Ja, Raas, denk ik.